Biotown. Hey lieve mensen van Biotown, welkom bij een nieuw seizoen van Vraag de Vrijdag. Aan tafel zit ik hier met een panel van professionele internet creators, Bardo Ellens en Thomas. Ja, wij zijn hier om al je vragen te beantwoorden over alles. Laten we eens even kijken wat we vinden. Ja, wat Vraag je Vrijdag? Thomas, dit is jouw Vraag je Vrijdag op Maagdie, hè? Dus. Ja, ik heb al één keer eerder met de Vraag je Vrijdag meegedaan, maar toen was ik te gast of zo. Hoe was dat? Dat was niet zo best. Toen was je verdwaald in een of ander bedrijf. Vraag je Vrijdag! De eerste vraag is, waarom stoppen Jordi en Vincent met Banjotown en waarom komt Thomas erbij? Het is weer hetzelfde. Dat is de eerste vraag. Goeie vraag, waarom eigenlijk? Het ding is, Jordi en Vincent, we willen gewoon wat nieuws met Banjotown, een nieuwe richting op. En anders... Ja, Jordi is zo saai. Dan weet je wat het ding heel erg is, anders krijgen we op een gegeven moment een crew van 20 man en dan is het ook niet meer leuk om te kijken. Dus er moeten af en toe mensen uit en nieuwe mensen erin. En toen bij gebrek aan beter, Thomas. Ja, precies. Banjo, waarom was Banjotown dood? Ja. Waarom een serieuze vragen? Normaal krijgen we die vragen van, ja, wat doe je als je een eekhoorn bent? Ja, maar het is natuurlijk ook heel lang geleden ja. dat jullie dit hebben mensen gedaan. Mensen zijn boos, ik merk het. Boos. Ik zie hier wel eentje die we kunnen gebruiken. Dennis die vraagt, kan Thomas echt vliegen of is dat in de trailer allemaal nep? Nee, ik kan echt vliegen. Serieus, doe eens nu. Ik ga het niet nog een keer doen, want het is echt vermoeiend. Jezus, maar die vleugels knallen uit je rug op dat moment gewoon. Ja, klopt. En dat is ook heel erg uitputtend. Ja. En dan moet ik altijd even bij komen, maar... Wacht even, één ding. Ik was laatst op Centraal Station, toen liep ik daarvoor. En toen viel er in één keer mensenpoep uit de lucht. Was jij dat? Was jij aan het poepen in de lucht? Wat was, kwam het op jou of niet? Ja, om het schouder. Oh, ja. Oh, sorry, was ik mikte niet op jou. Ja, nee, ik mikte op de Chinees, naast jou. Oh, racisme. Yeah. Ik zit hier maar bij, hè. Ja. Ik kun dit goed, dat wel. Jij mag de volgende vraag voorlezen. Oké. Okay. Welke plek zou je ooit nog willen bezoeken? Emotionele vraag. Nou, wat ik echt heel graag zou willen bezoeken, maar bestaat niet meer, is de bunker van Hitler. Dat wil ik dus oprecht zien. Waarom? Dat is een beetje met jouw fiets, mannetje. Een beetje duister is dat. Ja, ik wil gewoon weten, die bunker zat dan 100 meter onder de grond. Lijkt wel sowieso cool om 100 meter onder de grond te gaan. Ja, ja. En dan heb je dus de plek waar alle natieplannen. Hoe leefden die naties, weet je? Op foto's en video's is het alleen maar zwart-wit en bruin. En nou, ook, het zal even in zwart-wit toen nog. Ja. Ja, nee, wel precies. Je stond het hier, waar ben jij leven? Ik vind het wel goed dat ze zeg maar landelijke kleur hebben ingevoerd. Ja, waar wil jij heen? Waar wil ik heen? Oh, ik weet waar ik heen zou willen nu. Ik zou heel graag naar de kloten willen! Hey! Oké. Ze gaan eerst naar Rick spelen. Deze jongen wil naar het Rode Plein in Rusland, waar het opgebalsemde lichaam van Lenin ligt. Oh, dat vind ik ook wel vet, ja. Die gast is al echt een van de grondleggers van het communisme samen met Karl Marx. En die gast ligt nog helemaal ingebalsemd, helemaal intact met zijn sikje. Heeft Karl Marx ook het communisme gedaan? Hij heeft Das Kapitaal geschreven. Ja, oké, maar dan heeft hij als reactie. Is... En Lenin was vooral de politieke strijder erachter. Ja, ik wil gewoon graag naar die dode man toe. En dan, what up? Jammer dat we geen vrienden konden zijn. Ja, ik ben het wel met hem eens. Ik zou ook heel graag Stalin, die ligt opgebalsemd. Lenin, sorry, dat zou ook erg zijn. Maar want die man ligt opgebalsemd. Maar je kan erover nadenken dat binnen een paar jaar flikkeren ze dat lijk weg. Dus als je het wil zien, moet je er snel uit. Dat zou ze weggooien. Lijkt me nog op zich wel logisch nu. Hij ligt er al 50 jaar of zo. Ja, maar daarom, toen was het ook nog in de USSR. En dat is al lang weg. IJzeren gordijn is al lang weg. De ik denk niet dat ze dat ooit wegflikkeren. Ik denk dat ze het zo met dat lichaam. Nee, er gaan heel veel mensen heen, dus ik denk dat ze het gewoon laten liggen. Ja. Zolang hij niet helemaal wegrolt van binnen en zo. Wat hij waarschijnlijk al aan het doen is. Nou, wat was jij willen? Weet ik niet. In ieder geval niet zo duister als wat jullie. Niagara Falls of zo. Oh, jij bent natuur. Viagra Falls, hè? Viagra Falls. Viagra Falls. Er zitten allemaal zo'n pilletjes uit. Ja, zou ik wel heen willen in principe. Volgende vraag. Banjo, waarom was Banjotown dood? Volgende vraag. Chocolade, smaakt dat naar poep of poep dat naar chocolade smaakt? Oh, wat zou je liever met deze? Eet je liever chocolade die smaakt naar poep of poep die naar chocolade smaakt? Nou, en eet ik liever poep die naar chocolade smaakt? Ja, dat is anders zit de poep smaak in mijn mond. Ja, dat is echt. Daar zijn we het unaniem over eens. Volgende. Ja. Volgende. Wat is een video slash project waar je het meest trots op bent, Rick? Ja, geen commentaar. Ik denk van Rick is mijn favoriet. Poep in de soep. Precies, poep in de soep. Hier een stukje. Poep in de soep. Poep, 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 poep in de soep.
poep, 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 poep. Ja, dat is poep in de soep. Heb ik er zeker een uur aan gezeten. Ja, je ziet gewoon de productie. Nee, ik vind persoonlijk ben ik dan wel trots op All I Want for Christmas is Views. Die was ook wel goed. Oh, die was ja, beter dan alles wat ik wil voor Kerstmis is bier. Oh, maar nu moet ik ook een Kerstmis nummer maken eigenlijk. Nee, ik moet niet. Nee, nooit meer. Beter niet. Waar ben jij trots op? Duisternis Moesjes die daar liggen. Ja, dat is geen video, hè? Nee, een project. Project. Was het project? Videoproject? Video slash project. Oké, jij? Balhaar. Hij denkt Balhaar. Ja, dat is zo vanzelfsprekend, hè? Ja. De V-reporter. Ik was niet echt trots op de video's, maar wel trots dat ik ineens door YouTube in één keer bij Talpa zat. Naast John de Mol. Naast John de Mol. En wat ik van mezelf ook wel een goed project vind, ik heb zeg maar onder mijn bed zeg maar een grote pot. En daar kom ik dan telkens in klaar en dat is bijna vol nu. Dat is ook een project. Over die pot gesproken. Ik heb dus vooral nog een kleinere versie, zeg maar, hier op het kantoor heb ik natuurlijk ook een soort van eigen, ja. Ja, het is niet echt dat je denkt van wauw, maar het is wel een project waar veel tijd en dedicatie in zit. Dus ja, het ruikt gewoon wel. Ja, weet je, het is niet echt gemaakt om te drinken, maar het is ook een van die dingen die je mee zou kunnen doen. Dus ja, hopelijk zijn al die vragen beantwoord bij deze eerste aflevering van Vraag Vrijdag. Ik denk dat jullie veel over ons geleerd hebben, Barjan Town. En dan zien we jullie volgende vrijdag weer met een nieuwe Vraag Vrijdag. Doe een duimpje omhoog, begin gerust je eigen potproject en stuur een leuke foto naar mij op. En dan #potproject. Tot volgende week vrijdag. Doei!